lieve kijkers, Kim Puls hier en we zijn weer in Kas van The Sims 4. Want ik ben weer bezig met een nieuwe kleur voor de One Color Challenge. Er werd 2 keer gevraagd om oranje, want ik kan natuurlijk wel heel lang erover gaan praten. Maar jullie hebben de thumbnail al gezien en jullie hebben de titel al gezien. Dus jullie weten al lang dat het oranje wordt. Voor mij in ieder geval de nationale kleur. Ik weet dat er ook vast Vlaamse kijkers zijn. En misschien zijn er ook wel kijkers die ergens anders in de wereld wonen, maar wel Nederlands spreken. Dat weet ik niet. Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Dus als jij er zo eentje bent, laat het weten. Waar vandaan je kijkt. Maar ik zelf kom uit Nederland en ja, voor mij dus een nationale kleur. Maar als je in mijn kledingkast kijkt, zie je echt niet heel veel oranje hoor. Ik heb 2 shirtjes en dat is het. En dat, die heb ik echt puur en alleen voor Koningsdag. Dus als het dan Koningsdag is, dat ik in ieder geval iets van oranje heb om aan te trekken. Want oranje staat me verder ook gewoon niet. En dan trek je het meer aan omdat het dan een soort van nationale trots is. Of saamhorigheid voor die feestdag. Net als de foute kersttrui met kerst, zeg maar. Trek je ook niet aan omdat je denkt, goh, ik zie er nou super goed uit. Maar meer omdat het dan kerst is. En vervolgens moest ik dus hier in Kas deze sim oranje gaan maken. En als je alleen een oranje t-shirtje of zo moet doen, dan zou het niet zo'n ramp zijn. Maar bij de One Color Challenge is het dus de bedoeling dat hij voornamelijk oranje zal zijn. Dus oranje haar, nou dat is gelukt. Oranje outfits en accessoires en zo. Nou heb ik een beetje gesmokkeld bij de alledaagse outfit. Want daar heeft hij een volledige outfit aan. Waarbij zijn jas wel oranje is, maar de rest niet. Maar ik vond het wel heel erg passen bij het idee wat ik voor hem had. Want ik heb heel veel elementen uit beleefd samen... stedelijk leven. Heel veel elementen uit stedelijk leven gepakt. Daar heb je natuurlijk die nieuwe culturen die erbij zijn gekomen met heel veel van die kleding ook. En best wel kleurrijke kleding. Zoals deze wat je nu in beeld ziet. Al vind ik deze niet echt passen bij de oranje tag. Alleen het randje om de nek is oranje. Maar voor de rest vind ik het vooral geel en rood. Maar goed, wel vooral qua trui en zo. Veel, hier zie je dat ik een trui heb gekozen van stedelijk leven. En als het goed is bij feestoutfit ook. Dat weet ik niet helemaal zo goed uit mijn hoofd. Ik moet wel zeggen dat formeel vond ik echt lastig. Ik ben daar zo vaak gaan wisselen tussen alledaags of tussen top en onderkant. Maar uiteindelijk ben ik redelijk tevreden met wat eruit is gekomen. Helemaal formeel is nou ook weer niet. Wat vind jij van deze kerel? Is hij goed geslaagd qua de kleur oranje? Laat het dus weten in de reacties. Geef ook een nieuwe kleur op en dan zie ik jullie bij een volgende One Color Challenge video. Doei doei!